Dus kinderspel. Nee, daar kan ik niks mee. Oké, nou dan ga ik het even ergens anders zoeken, denk ik. Welkom bij weer een nieuwe video. Piet Piraat heeft boekjes nodig. En ja, als je boekjes nodig hebt, dan kom je natuurlijk naar ons toe. Alleen ik ben niet zo goed in onderhandelen, dus daar heb ik James hier voor. Vergeet natuurlijk niet een likeje achter te laten en te abonneren met dat belletje aan. En drop even Piet Piraat of James in de comments. Of Mr. Future Kings, als je dat makkelijker vindt. Dat is leuk, want dat vindt het algoritme ook leuk. En dan ben ik blij. En jij, denk ik. Laten we beginnen. Ga mijn huis uit. Kusje Shrek, oké. Okay. Nee, ja, 18 plus Shrek. Oh, hij is hier. Blijf. Oh, niet aan het toe lopen. Moet hier. Jamie, kom even, man. Yo, Jamie, kom. Ja, wat moet je nou? Ja, hier, we hebben een klant, maar ik ben het niet helemaal eens met de prijs. Yo, ik ben druk bezig. Ik ben het niet. Wat is er dan? Business. Hallo? Hey. Hij wil. Lang verhaal kort. Hij wil. 3 unbreaking. Aangenaam. Hey, ik ben Jamie. Aangenaam. Hij wil unbreaking. 3 unbreaking 3 en 2 protection 4. Ja. Nou. Mooi. Ja. Hij zegt dat wat hij nu in jouw handen gaat stoppen, dat dat de marktwaarde is. Wat nou, kan je in mijn hand stoppen dan? Ik weet dat ik dit kan krijgen voor dit ongeveer. Nou ja, weet je, laat maar. Alleen ik wilde ook graag gewoon hier naartoe kijken. Ik had dit mee. Dus kinderspel. Nee, daar kan ik niks mee. Oké, nou dan ga ik het even ergens anders zoeken, denk ik. Ja, je weet ons te vinden, maar nee. Dit is, hoeveel vragen jullie ervoor dan? Er zijn 5 boekjes, hè. Je moet ook even onze uren in rekening brengen die wij erin maar hebben gestopt om dit überhaupt te kunnen fixen. Ja, dat klopt. Maar wij kunnen dat ook al bijna. Maar ik wil het nu, laat maar zeggen. Ik ben ongeduldig. Ja, ongeduldige mensen moeten de prijs betalen. Ja, precies. 8 duimen. Ja, maar 8 duimen, jong. Dat is niks. Nee, maar hoe dat kan het zo rijk? Ik ben in de lava gevallen. Ja, wij ook, man. Zou ik even mijn desk erbij pakken? Nou, ik ga even naar... waar staat het allemaal ook weer? Statistics. En dan heb je hier mijn desk. Hij heeft het opgeschreven hoe vaak dat hij half dood is. Number of death. 13 keer. 13? Oké, wacht even. Oh. Oké, 6. Dat is toch wel... Ja, gaat toch veel beter. Weet je wat? Hier, die krijg je gratis. Omdat maar wel hoezo kun je, bij wie kun je dit zo goedkoop krijgen? Bij als jij naar de economen gaat, de echte businessman, dan betaal je echt 3 keer de prijs. Oké. Ik denk dat je dan makkelijk 20 duimers per boekje betaalt. Nou ja, we kunnen wel iets afspreken hoor, maar 8 duimers vind ik wel te weinig. Ja, oké, nee, maar dat is goed. Als ik nou mijn meest waardevolle bezit erbij doe. Hij heeft... Dat is? Jouw spike les of wat? Ik vind ook dat kroontje op zijn hoofd best wel mooi. Nou, dat kroontje vind ik eigenlijk wel lekker. Ja, maar er zit al wat hersen op, zoals je ziet. Ja, dat maakt niet uit. Dat komt goed. Zo. Je kan dubbel omver kijken. Hoe werkt dat ding dan? Hier. Het is best een prijs, joh, dit. Nou, dat ziet er wel vet uit. Ja, dat is best een ding. Zo. Moet je dat doen en dan eens op C drukken? We moeten even verleggen. Want... Oké, schat. En weet je wat? Dan maak ik er ook nog één voor de ander. Oké, even wachten. Waar is onze deur? Yeah. Niemand weet wat de deur is. Oké, Spike is wel heel mooi. Alleen... We kunnen hem ook gewoon letterlijk... Zoals je 2 hebben. Ja, maar ik kan er ook zo zelf eentje maken, zeg maar, binnen 2 minuten. Ja, dat klopt. Maar we willen wel op het minst voor die 5 boekjes 20 duimers hebben, toch? Ja. Ja. Hoe kan de prijs zo laag liggen, joh? Als bier heb ik 30. Dat kunnen we ook gewoon doen. Ja, ja. Dan hebben we gewoon een goede vriendschap met de piraten. Want volgens mij, die praten wel een beetje kut. We zijn met veel, namelijk. Ja, oké. Okay. Ja? Ja, dat kan ook. Oké, dan zeggen we no deal, maar je krijgt wel een troostprijsje en dan loop ik mee. Ja, doe maar. Oké, ja, let's go. Hey! Ik heb wat. Oké. Okay. Ja, ik wilde hier iemand blij mee maken, maar ik kan ook wel deze erbij doen. Oh! Nou, maar die heb ik toch eigenlijk wel heel hard nodig. Okay, dan houdt het wel op. Je mag... Deal. Hoppatee, je krijgt er een mendingboekje bij. Hoppa. Hoppa.
Lekker. Ja, nee, maar van netheruit doe ik altijd handel, Future, piraat. Ik had het eerder moeten zeggen. Ja. Nou, ik ben ook benieuwd waar jij woont, mijn jongen. Ja, kom lekker mee als je dat wil. Dan, ik ben heel blij met jullie, jongens. Dat, yes. Dat even weet. Het is fijn om zaken te doen. Zeker, zeker. En dan weet ik voor de volgende keer. En mocht je ooit nog meer netheruit willen, kan je dat altijd wel gewoon even... Oh, is dit nou helemaal... Ah ja, dit, mooi. Wat gaat hier gebeuren? Kijk uit, wacht hier. Dat is nog geheim. Maar, ik denk dat ik het kan invullen, of niet? Wat dan? Ja, dat ik hier niet echt per se heen moet. Ik ben een kreeft, ik kom water nou kan in. Het nog, maar... Yo, doei! Yo. Yo. Oké, waar gaan we heen? Oké. Eerst richting spawn. Wacht, gaat James hier mee of niet? Nee, James is bezig. Oké, dan gaan wij die kant op. Dan ben ik halverwege een gesprek er net erin gegaan. Heel nice. Erg aardig. Dit is wat ik heb, Lashie. Dit is wat ik heb. Ja. Hier, mag je hebben. Wat is het? Het is mijn meest waardevolle bezit. Hoezo heb ik die... Die heb ik niet nodig. Jullie hebben me uitgekleed, Lashie. Je hebt me uitgekleed. Had ik helemaal uitgekleed. Huh? Wat? Waar gaan we nou heen? Ja, jij loopt hier naartoe. Ja, ik zoek spam, niks. Weet ik veel. Ik volg het pad. Oh, nee, dan loop ik er wel even heen. Kom. Ja, dat is vanaf daar weet ik het. Ik weet het toch niet vanaf hier. Volgens mij was het deze kant op. Oh, jullie zitten daar. Oké. Oh, dat is best wel handig te weten. Zo. Ja, we lopen goed. Hier rechts is de spam, toch? Yep. Oké, dan moet ik ook even hun dingen wegzetten. Ja, en wij zitten echt heel dicht bij spawn. Oké, ja. Kijk, want als jij deze kant op komt en dan hier naar rechts gaat, kijk, het staat er al zelfs. Woep. De Cove. Welkom. De Cove, Calypso. Calypso is onze godin. Ik ben meer van de Calypso's eigenlijk. Nou, wij zijn net zo lekker. Oké. Ik weet niet of ik dat wilde weten eigenlijk. Maakt niet uit. Vooral als je dat laatste beetje eruit pest. Ja, dat is altijd goed. Dat is het best. Oké. Het is altijd nog zo'n combinatie van sap en je eigen spuug. Lekker, man. Als je het zo brengt. Nou, je weet het Witte Huis en zo'n ding. Hé, er staat hier iemand in de bosjes. Hallo? Alsjeblieft. Nou. Wat doe jij in Pirate Cove? Ik heb een mendingboekje gegeven aan Barend. Barend. Oké, joh. Barend. Hallo, hey, wie zijn jullie? Hallo, aangenaam, piraat. Hallo, Noxie. Cravy. Hallo, Noxie. Wat hey, Noxie. Wanneer ga je naar Psychedelic Party? Psychedelic Party? Ja, daar draaien ze altijd van die trui ook zo. Dat was hem alweer voor deze video. In de volgende video, ja je kan het al raden, gaan we samen met Noxie even een tourtje doen door Pirate Cove. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren met het belletje aan. En drop natuurlijk even James's of Mr. Future King's naam in de comments. Voor nu, thanks voor het kijken. En tot de volgende video.